gericht. Hoe, meteorologisch gezien, hoe heftig was deze storm? Ja, het was inderdaad een hele zware storm met een windkracht 11, minstens een uur lang in IJmuiden. Dat is niet eerder in de zomermaand. Streep van 12, hè? Ja, het zat er dicht tegenaan op een gegeven moment, maar het is dus geen orkaan geweest. Want 12 is een orkaan. 12 is een orkaan. Dus een bijna orkaan, zou je zeggen. Ja, je zou het een bijna orkaan kunnen noemen, maar het is dus een zeer zware storm. Ja. En dat is in een zomermaand als juni, juli of augustus nooit eerder gemeten. Nee. Wat tegelijkertijd wel opvalt aan deze storm is dat het een hele compacte depressie was met een compact stormveld. Dus je hoort ze wel vanuit het uiterste noorden van het land, als zeker in het westen en het zuiden eigenlijk vooral. Ja, waar heb je het over? Was ik woon in Utrecht, dan was het al veel minder bijvoorbeeld. Ja, was dat veel minder. Dus was compact, het windveld was. Ja, je ziet de beelden eigenlijk. En ik denk dat misschien hooguit de helft van Nederland echt te maken heeft gehad met het geweld van zeer zware windstoten. Ja. Plus een hele bak met regen. Maar toch, ja, een zeer zware storm in de zomer. Buitengewoon uitzonderlijk. En de impact hebben we inderdaad goed gezien. Ja,